In 2,5 week tijd vloog ik vanaf Eindhoven Airport naar 6 bestemmingen in Europa. En nu vond ik het wel eens de hoogste tijd om Eindhoven in te gaan. Eindhoven staat bekend om haar creativiteit, design en natuurlijk innovatie. Philips en de bombardementen in de Tweede Wereldoorlog hebben misschien wel de grootste invloed gehad op het moderne industriële karakter van de stad. Maar nu eerst even inchecken. Mijn eerste nacht breng ik door bij het Intel Art Hotel. Dit luxe hotel ligt in het centrum en iedere kamer is uniek. De hoogste tijd voor een goede lunch op een goed terras. Usine is net als het hotel gevestigd in een van de vele voormalige Philips-panden en deze staat bekend als de Lichttoren. Ik heb mij laten vertellen dat de toren vroeger dienst deed als testruimte voor de lichtbollen en dat er dus altijd licht in de toren brandde. Na de lunch breng ik een bezoek aan het Philips Museum. Zeker de moeite waard. In het museum word je in een mooie tentoonstelling meegenomen in de reis van het fascinerende bedrijf. Van de geschiedenis van de groeilamp tot de toekomst van healthcare. Zo, genoeg cultuur gesnoven. Ik ga lekker shoppen, want een designliefhebber als ik kan daar natuurlijk niet omheen. S'avonds eet ik bij de vooruitgang. Prima eten en een fantastisch interieur. Ik blijf hier nog wel even hangen. De volgende ochtend loop ik op mijn gemak naar de kazerne. Deze voormalige marechaussee-kazerne doet nu dienst als expositieruimte, restaurant en shop. Omdat het alweer bijna lunchtijd is, loop ik richting het koffielab om daar lekker een broodje te eten. Mijn tweede nacht in Eindhoven verblijf ik in het Blue Color Hotel op Strijp S. Dit hotel is wat meer low budget en heeft een fantastisch mooie bar. De kamers zijn eenvoudig. De bar is met recht genomineerd voor de mooiste bar 2015. Bij Blue Color huur ik een fiets om Strijp S en Strijp R te bekijken. Deze twee gebieden waren in het verleden eigendom van, tja, Philips. Op Strijp S vind je ontzettend veel leuke eettentjes en designwinkeltjes. Dit gebied is zeker een bezoek waard. Op Strijp R vind je de werkplaats en de winkel van designer Piet Hein Eek. Een absolute must-do tijdens een weekendje Eindhoven. En ook hier zit een restaurant bij. Wachten tot het donker wordt en een hapje eten doe ik bij de Watermolen van Op Wetten. Een fijne rustige plek in Nuenen, even buiten Eindhoven. En zodra het donker is, adviseer ik je om op de fiets naar het Van Gogh fietspad te gaan. Eindhoven was echt te gek. De aanvullende linkjes en informatie vind je hier beneden in de comment bar. En als je nog vragen hebt, kun je uiteraard reageren. Vond je mijn vlog over Eindhoven leuk? Abonneer je dan op mijn YouTube kanaal, subscribe. En dan zie ik je snel weer. Ciao!